Het is misschien wat ongebruikelijk, maar mij is gevraagd om een soort, buffer is een groot woord, hè, maar in ieder geval intermediair te zijn tussen de vragenstellers en de zaal enerzijds en de geachte inleider aan de andere kant. Ook om de zaak wat te modereren, om een moeilijk woord te gebruiken, een beetje te bemiddelen. Nou hebben we de pech, vind ik, dat er geen schriftelijke vragen zijn, want dan heb je een leuk beginnetje. Dus we gaan gelijk maar in het diepe door de vraag neer te leggen, wie heeft er een vraag? Zijn ervoor dat er nog niemand een vraag heeft. Dat is, maar Jan is altijd een vraag. Misschien. Jan is altijd een vraag. Jij trouwens ook. Ja, dat is allemaal zo duidelijk. Ach Jan, dat is nog. Dat is een toepassing. Een vraag over de rode koe wou ik toch stellen, ja, als het, ja, mag. Ja, ga je gang. U was er heel sumier in, heel begrijpelijk. Maar ik had begrepen dat de rode koe, de as daarvan, die wordt gebruikt voor de, zeg maar, de dagelijkse onopzettelijke zonden. Ja, maar een heel speciaal. We vinden dat in nummer 19. Dat is het zogenaamde reinigingswater. Dat moet een jonge koe zijn, een rode koe. Daar zit natuurlijk allemaal diepe gedachten achter. Onberispelijk van rode kleur. Jaren geleden las ik dat in Israël nu eindelijk weer zo'n koe was aangetroffen die ze nu zorgvuldig doorfokken. Want als eenmaal het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan zal ook weer dat reinigingswater gebruikt worden. En dan moet dat die jonge rode koe zijn die geslacht wordt. En dat wordt vermengd met water uit een bron en dat water wordt dan apart gehouden. Maar als iemand verontreinigd was door aanraking van een dode lichaam. Sommige mensen moeten iemand nu eenmaal afleggen, maar dan hebben ze dat reinigingswater nodig. Maar ook als je op een andere manier met de dood in aanraking was gekomen, al was het maar dat je tegen een been, een bot aanschopte in de woestijn, dan was je verontreinigd, dan had je dat nodig. Dus het heeft niet met zonde te maken, maar met andere vormen van verontreiniging die horen bij de wandel in de woestijn. Oké, ik had een ander beeld erbij. Oh. George, ik kom even bij je langs om. Dan kun je erin spreken. Dat was ook de functie van mijn heen en weer sjouwen. Ja, Willem, je ging in op dat Jezus is slaaf voor eeuwig. Maar dan zit ik zelf even vanuit Hebreeën, zegt God tegen van zijn zoon dat hij God is. Dus God zal voor eeuwig slaaf zijn. Daar zit ik wat mee nog. Met, maar als je het zo uitdrukt, dan kan ik me dat voorstellen. Maar, Johannes 1 vers 14, we hebben het vanavond gelezen, het woord is vlees geworden. Jezus is de Godmens. En dat betekent dat er sommige dingen zijn die uitdrukkelijk bij zijn godheid horen. Bijvoorbeeld, wie kan er zonde vergeven dan God alleen? Dat deed hij ook. Hij aanvaardt aanbidding van mensen die voor hem neerknielen. Terwijl bijvoorbeeld Petrus dat weigert van Cornelius. Zelfs een engel in de openbaring weigert dat. Maar hij accepteerde dat. Dat hoort bij zijn goddelijkheid. Dat hij aanbidding ontvangt hoort bij zijn goddelijkheid. Maar andere dingen, die horen bij zijn mensheid. Je kan dat niet scheiden, maar je moet het wel onderscheiden. En wat bij zijn mensheid hoort is dat hij niet alleen maar mens geworden is, maar volgens Filippenzen 2 de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Dus een mensheid van een speciale kleur. En dat betekent ook dat omdat de Heer Jezus eeuwig mens geworden is, hij ook dat eeuwig slaaf zijn daar dus ook bij hoort. Dat zou ik anders niet zo makkelijk gezegd hebben, maar we hebben dus daar in Lucas 12 die aanwijzing voor. Misschien zit vaak de moeilijkheid bij mensen daarin dat ze zich niet goed kunnen voorstellen dat toen de Heer Jezus weer terugging naar de Vader, dat hij toen mens was en bleef. Ik vertel graag het verhaaltje van een jonge studenten die ik had, christelijk gereformeerd, en die zei daar geloof ik niks van. Wat geloof je niet? Dat toen de Heer Jezus terugging naar zijn Vader, dat hij toen nog steeds mens was. Ik gaf wat argumenten, maar dat hielp helemaal niet. Ik zag Kolossen 2, in hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Woont, tegenwoordige tijd. Als hij terugkeert, zoon des mensen. Niets hierop. En ik begrijp het wel. Het was puur eerbied, respect voor de Heer Jezus. Steeds voordat hij nou nog steeds mens zou zijn. Dus ik zei in wanhoop, vraag het dan maar aan je dominee. Nou, zoals een week later. Ik kende die dominee toevallig ook nog. Heb je het gevraagd? Ja, hij is het met u eens. Maar ik geloof het nog steeds niet. Soms denk ik, ik wou haar nog wel eens tegenkomen. Ik heb geen flauw idee hoe ze heten. Ik zie nog die krullen voor mij, maar dat is 40 jaar geleden. Dus dat zal allemaal wel heel anders zijn. Ze is misschien wel oma.
Maar er zit iets moois in dat... het was eerbied, het was misplaatste eerbied. Maar het was eerbied dat ze niet kon voorstellen dat toen Jezus terugging naar de hemel, hij nog steeds mens was. Terwijl het zo belangrijk is dat er een mens is verheerlijkt aan Gods rechterhand in de hemel. En daar hoort ook dat slaaf zijn bij. Kun je wel koppelen met dat de Heer Jezus zegt, mijn broeder, over de mensen. Mag je dat, die link leggen? Of is dat iets kort door de bocht? Nee, helemaal niet. God zou dat ook nooit zeggen tegen een mens. Mijn kinderen, zou hij zeggen, die het hem geboren zijn. Maar de Heer Jezus is over predestinatie gesproken. Romeinen 8 vers 29 zegt, die hij tevoren bestemd heeft, predestineren, tevoren bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wij zeggen dat niet zo makkelijk, Jezus is onze oudste broeder, of Jezus is onze broeder, sommigen zeggen dat, maar ik neem dat niet zo makkelijk in de mond. Maar hij noemt ons wel zijn broeders. Weet je, hetzelfde als met vriend. We zeggen allemaal, welke vriend is onze Jezus dan maar best. Maar die Jezus, dat zullen we tegenkomen, Johannes 15, zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden. Maar hij zegt erachter, als jullie doen wat ik zeg, dan moet je op een verjaardag niet tegen je vrienden zeggen, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Maar dat laat de verhouding zien. Zij waren zijn vrienden, maar hij was tegelijkertijd de Heer. Daarom zullen wij van onze kant niet zo makkelijk zeggen, hij is onze vriend. Behalve dan in dat ene lied. Andere vraag. Waar ik een beetje moeite altijd mee heb, is dat we hebben het hier over dat de Heer Jezus zich zelf als slaaf noemt en dat wij ook slaven genoemd mogen worden van hem. Dat er tegenwoordig zoveel over vrij zijn gepraat wordt. Dat kan ik niet helemaal rijmen elke keer met elkaar. Ja. Het is met heel veel van dat soort vormen van beeldspraak zo dat ze elkaar aanvullen, dat je ze niet tegen elkaar moet wegstrepen. Net zoals je de verantwoordelijkheid van de mens niet moet uitspelen tegen de soevereiniteit van God, zo is dat hier ook. Het slaaf zijn is een zinvolle metafoor. Je weet wat een metafoor is, een stukje beeldspraak. Maar het vrij zijn ook. Maar het hangt van de context af. Als het gaat om het dienen van Christus, ik noemde al Openbaring 22 vers 5. Zijn slaven zullen hem dienen tot in eeuwigheid. En dat is echt het als slaaf dienen. Maar even belangrijk is dat we vroeger slaven van de zonde waren. En nu vrijgemaakt zijn van de zonde, zegt Romeinen 6. Maar ik geloof dat datzelfde hoofdstuk, als ik me niet vergis, ook zegt dat we slaven van Christus zijn geworden. Dus vrij zijn, dat drukt bepaalde belangrijke geestelijke aspecten uit. Maar het slaaf zijn van Christus drukt ook belangrijke aspecten uit. En die moet je niet tegen elkaar uitspreken. Die moet je allebei in hun waarde laten staan. Ze zeggen allebei iets. Want het is maar beeldspraak. Het is, dat was een andere preek van mij onlangs. Daarom zit het nog vers in mijn geheugen. Dat zijn ook de mensen die niet, per se niet willen horen dat de gemeente bruid is van Christus. Want ze zeggen, nee, Israël is de bruid en wij zijn het lichaam van Christus. Terwijl heel duidelijk uitspraken zijn zoals in Efeziërs 5 en 2 Kolossen 11, dat wij, Korinthië 11, dat wij de bruid van Christus zijn. Maar daar zitten ze ook mee. De Christus kan maar één bruid hebben. Terwijl bijvoorbeeld vader Jacob twee vrouwen had, waarvan ik overtuigd ben dat de ene beeld is van Israël en de andere van de gemeente. Mag ik zelf raden welke is. Maar dat is met beelden. Je moet beelden niet overvragen. Beelden kunnen zelfs, duur woord, complementair zijn. Elkaars tegendeel, elkaar aanvullen, omdat ze allebei dan iets moois uitdrukken. Het is mooi om te zeggen dat we slaven van Christus zijn. Het is ook mooi om te zeggen dat we in Christus vrije mensen zijn geworden. Dat is allebei waar. Het hangt net van je gezichtsveld af. Tevreden gesteld? Ja. Oké, okay. Nou, volgende vraag. En nog een vraag. Kom nu. Nou ja, meer een klein vraagje over die vertaling van Johannes 13 vers 9. Dat hebt gij geen deel aan mij en of met mij? Je staat aan mij, dus in mijn Bijbel. Is dat NBG vertaling, geloof ik? Hè? Ja, 51, dus dat is verkeerd vertaald dus. Ja, naar mijn bescheiden mening wel, ja. Ja, ja. Tenminste, je moet natuurlijk met me eens zijn wat het verschil is tussen die twee. Hè? Maar ik denk deel aan hem hebben. We hebben deel aan de menselijke natuur. Door zijn menswording kreeg Jezus ook deel aan de menselijke natuur. Zo denk ik dat deel aan God, deel aan Christus hebben, dat betekent je behoort hem toe. Je bent
door hem vrijgezet. Je bent door hem wedergeboren enzovoort. Gelovig mens, zoon van God, kind van God. Maar deel met mij, dat is wat je samen hebt. Je deelt samen iets dat je gemeenschap... Dat is dus heel praktisch. Het eerste is de positie en het tweede is heel praktisch. Maar als iemand zegt, ja, dat verschil tussen deel aan mij en deel met mij. Ik heb het aan de taalunie voorgelegd en die zijn het er helemaal niet mee eens. Ja, dan gaat het er anders uitzien. Maar wat ik ermee wil zeggen is, deel aan mij werkt bij mij toch een misverstand. Ik weet het, toen het in 1951 uitkwam. Je bent ook oud genoeg om dat nog te weten. Ik weet nog dat die vertaling uitkwam. En dat toen al, toen men dit ontdekte, de broeders om me heen al heel gauw zeiden, ja, dit klopt niet. Het gaat hier helemaal niet of je deel aan Christus hebt. Dat hadden al die discipelen behalve Judas. Het ging om deel met hem. En de Statenvertaling heeft dat geloof ik wel. Hè? Die heeft toch wel deel met hem, als ik me niet vergis. En anders hebben die het ook fout. Volgende vraag. Wie? Ja. Wie stelt de volgende vraag? Of misschien een opmerking, mag ook. Ja. Jan. Ja, hij staat al op Jan te wachten, notabene. De Heer Jezus zei op een gegeven moment, ik ben niet gekomen om te dienen. Ongediend te worden? Ongediend te worden, ja, precies. Met andere woorden, hij wilde zeggen, ik kom als een knecht, denk ik dan. Hè? Ja, dat is een heel interessante samenhang. Lucas 22, daar ging het over die discussie, als ik me goed herinner, van de discipelen, wie van ons is de voornaamste. Dat is een oermenselijke discussie. Wie van ons is nou het meest getalenteerd? Wie is nou eigenlijk de praktische leiding hier? Hè? Is dat nou de dominee of is dat ouderling zo en zo? Dat is ook heel menselijk en heel begrijpelijk. Wie heeft hier de leiding? Wie steekt hier boven de anderen uit? Dan zegt de Heer Jezus, maar dat is een heel gevaarlijke houding. Dat is een houding ook waaruit gemakkelijk concurrentie kan ontstaan. Als je daar als discipelen over bezig gaat, wie van ons is nou eigenlijk toch een beetje de nummer één, ga je de verkeerde kant uit. Zo ben ik niet in deze wereld gekomen. Het is een beetje zwart-wit, maar het is toch heel treffend. Hij zei, ik ben niet gekomen om de eerste plaats in te nemen, terwijl hij die heeft van zichzelf. Hè? Als God mens wordt, ja, dan zegt Paulus in Kolossen 1, dan is hij automatisch de eerstgeborene van de hele schepping. Als God deel gaat nemen aan zijn eigen schepping, is hij automatisch in de schepping nummer 1. Dat is wat ik denk dat dat betekent. Maar de Heer Jezus zegt, die plaats wil ik niet innemen. Terwijl hij die heeft, hij is de Heer van alle dingen. Hij zegt, ik ben uw Heer, ik ben uw meester. Maar hij zegt, in de praktijk wil ik graag iemand zijn die dienstbaar is aan de anderen. En dan zegt hij dus, daarom is dat gedeelte zo belangrijk, dat iedere dienstknecht van de Heer zou dienstbaar moeten zijn in de eerste plaats. Daarom noemen we minister een minister. Hij was een dienaar van de kroon. Dat betekent het letterlijk. Dus daarom kan de koning of de koningin zeggen, in Nederland is dat niet zo, maar Queen Elizabeth kon dat zeggen, my minister. En dat was het letterlijk, mijn dienaar. Maar we noemen ook, althans in andere talen, ook in het Engels, een predikant ook een minister of the word. Ja. Hij bedient het woord. Hij is een dienaar van het woord. De paus heeft als een van zijn mooie titels, of die het waar maakt, is vers 2. Servus servitor, servorum, denk ik. Dienstknecht van de dienstknechten. Dus in de naam wordt een minister aangegeven, ik wil de laatste plaats innemen. Ik ben degene die aan jullie voeten knielt om jullie te voeten wassen en niet om de baas over jullie te spelen. Ja, dat is geweldig rijk en heel ontzettend belangrijk om in acht te nemen. Mee te nemen in de praktijk. Ja, nou heb ik wel eens iemand horen vertellen van het woord godsdienst. Dat kan je op een andere manier ook bekijken. Dat God zijn dienst aan de mensen doet en niet andersom. Ja, dat betekent natuurlijk niet. Nee, maar goed. Ik bedoel, maar goed. Job zegt natuurlijk ook ergens dat God de mens niet specifiek nodig heeft. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Belangrijk voor de dienstknecht is ook dat hij zichzelf nooit belangrijk maakt. Dat hij altijd onthoudt, God zegt, ik heb jou niet nodig. Denk nooit dat als jij er niet meer bent, dat op een of andere manier de hele zaak vastloopt. Nee hoor, er zijn anderen genoeg. Het helpt ook op mij als je ouder wordt. En je ziet dat ze liever toch zo'n jonge vent uitnodigen die niet zoveel moeite heeft om van het podium af te komen als die dan een half uur staat. Dat kan ik helemaal begrijpen.
En dan neem ik ook gaande genoegen mee. Ik heb daar ook niet zoveel puffen meer om nog zoveel dingen te ondernemen. Dus dan ga je zelf al zien op een gegeven ogenblik. Er zijn anderen die op de voorgrond treden en die hebben daar ook de geestelijke kracht en de geestelijke fitheid voor. En dat is prima zo. Het kan wel eens wegslikken zijn als je ouder wordt. Dat je denkt, ja, toch steeds minder nodig. Ja, nou, dat is ook zo. En dan is het toch weer mooi om te zien dat God zijn werk gewoon voortzet. Want het is zijn werk. Hij heeft mij niet nodig. Hij heeft niemand van ons nodig. Maar hij wil ons wel graag gebruiken. Iedereen. Ik heb geen verstand van techniek bijvoorbeeld. Daar heeft hij Ike voor uitgekozen. En hij kan ook veel beter piano spelen dan ik. Dus er zijn er nog heel veel dingen die we kunnen doen. Wie neemt het stokje over? Wie heeft er een vraag, een opmerking? Schroom niet. U? Nee? Sorry. Ja, ja, ja. Nee, kom goed. Ja, de tekst die u voorlas, de Telos vertaling begrijp ik. Op een gegeven moment zegt u ook iets met de hiel van Judas Iscariot, neem ik aan. Er was zoiets van, ik kan het hier niet vinden in de HSV. Maar u las het voor en leek mij alsof u de ene keer wel en de andere keer niet over hiel. Oh, de HSV zegt ongetwijfeld verzenden of zoiets. Ja, of is dat de Statenvertaling? Het staat hier in Johannes 13 vers 18 en dat komt uit Psalm 41 vers 10. Ja. U bent er heel wat sneller in dan ik. Nou, ja, ik heb het hier in de kantlijn staan. Ah. Dat is het leuke van de Telos-vertaling. Daar staan al die dingen in de kantlijn. Nou, ik heb nog een oud bijbeltje van mijn vader. Zo'n MBG 51. Daar staan die heb ik ook. Er staan van die kleine verwijzingen. Die is ook van 51, oud bijbeltje van mijn vader. Nou, hij valt bij mij ook zowat uit elkaar. Maar goed. Nou, verwijs ik nog even naar Genesis 3. Ja. En daar ben ik weer te snel. En u gaat mij ongetwijfeld inhalen. Waarin gesproken wordt dat bij de vervloeking van de slang gezegd wordt, de kop vermorzelen en de hiel. Zou daar een relatie liggen in dat daar de hiel genoemd wordt en in deze vertaling bij Johannes over het oplichten van de hiel? Want de slang bijt normaal gesproken in de hiel van mensen. Ja. Is dat zo? Dat zou kunnen. Ja? Dat zou kunnen. Hebben we hetzelfde niet in Genesis 49 bij Dan? Dan is een slang die het paard in de hiel bijt. Kijk, de hiel is een kwetsbare plek. Als iemand, daarom spreken we ook van de Achilleshiel, vanwege de Griekse mythe dat Achilles daar alleen maar kwetsbaar was. En toen zijn Achilleshiel werd doorboord, toen was hij ook nergens meer. Het is een heel kwetsbare plek. Wat er in Genesis 3 daarom gezegd wordt, is dat het nageslacht van de slang, zeg maar rustig, de duivel, steeds weer de kinderen Gods de hiel vermorzelt. Hij kwetst op alle mogelijke manieren. Hij kan ze nooit uitschakelen, maar hij kan ze wel ongelooflijk veel kwaad aandoen. Als je iemand in de hiel bijt of iemand de hiel schaamt, dan kan hij niet meer lopen. Dan is hij uitgeschakeld. Dus in die zin is er een overeenkomst tussen al die drie die teksten, ook in Genesis 49 en dan nog hier op Psalm 41. Het is de vriend die jou, zeggen wij toch niet in een spreekwoord? Ja, de hiel is in ieder geval een kwetsbare plek. Dus dat is de overeenkomst. Als je daar je vriend raakt, dan kun je heel veel schade berokkenen. Maar wat er nooit kon staan op Psalm 41 is dat mijn vriend mij de kop zal vermorzelen. Want dat is het einde. Er staat van het vrouwen staat dat zij de kop van de slang zal vermorzelen. Dat betekent zijn einde. Dat is wat Christus als het vrouwen staat gedaan heeft door de duivel er niet te doen, zegt de Hebreeën 2. Is dat een beetje antwoord op uw vraag? Uiteraard, maar aangezien ik ben opgevoed met de inerrancy of scripture, hoe zeg je dat? De onfeilbaarheid van de schrift. Dan zou je zeggen, dan zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dan denk ik dat het niet per ongeluk staat in dit stukje tekst van Johannes. Dat het ook zo staat in Genesis, Psalm 41. Nee, dat staat er ook niet per ongeluk. Nee. Waar u mee bezig bent is
Ja, er was een grote Rabbi Hillel. Vlak voordat de Heer Jezus leefde, was zijn bloeiperiode. En Rabbi Hillel die heeft een aantal regels voor de schriftuitleg opgesteld, die totaal anders zijn dan wat wij aan de universiteit leren. En een van die regels, dat is de Gezira Shava. En dat betekent als die twee passages dezelfde woorden voorkomen, dan hangen die met elkaar samen. En je ziet, dat is niet alleen maar iets van Hillel. Petrus doet hetzelfde in Handelingen 2. Hij heeft het daarover rechterhand en dan van de rechterhand uit die passage, ik weet even niet welke, springt hij dan over naar, zet u aan mijn rechterhand in Psalm 101 en op Psalm 110. En dat parallellen zoeken tussen plaatsen waar dezelfde uitdrukking staat, dat is typisch iets voor hem. En wat u nou doet is ook Gezira Shava. U vindt diezelfde uitdrukking die heel vermorzelt in Genesis 3 en in Psalm 41. En dan zegt u, dan moet daar verband tussen zijn. En ik denk dat u volgens Hillel gelijk heeft. En ook een beetje volgens mij als dat er wat te doet. Oké.